Hoofdstuk 3, les 4 gaat over openingsvallen. Daar zijn er vele van. Ik laat er slechts 3 zien. Het herresmat, de Russische verdediging en de fishing pole. Ik begin even met het herresmat. Ik was 12 jaar en won een toernooi omdat ik alleen maar gefocust was op het herresmat en de tegenstanders wisten niet wat het was. Ik laat zien wat het is en wat je kunt doen om het te verdedigen. Het herresmat is dit. Pion E4, E5, normale zitten. Loper, C4. Met dreiging van dit veld. F7, een zwakke pion, staat alleen maar door de koning verdedigd. Paard C6 en nu dame H5. En hierbij dreigt mat. Een menige beginneling of scholier of kind ziet dat over het hoofd en doet bijvoorbeeld dit om de dame weg te jagen. Maar wit zet eenvoudig mat. Dit heet mat in 4. 4 zetten. We hebben 4 zetten nodig om mat te zetten. Dit heet het herresmat. In het Engels scholars mate. E4, E5. Lopen C4. Altijd deze zetten. De zwarte zetten kunnen anders zijn. En nu moet zwart uiteraard geen paard F6 spelen, maar deze. En daarbij is het ook van belang dat dit paard deze pion verdedigt, anders zou deze dame een dubbele aanval kunnen uitvoeren op koning plus hout. Daar hebben we het over gehad in les 2. Nu moet de dame terug en probeert opnieuw met een matdreiging. Dat verdedigen werd paard F6 nu wel en daarbij is de dreiging over van de dame en de loper. En nu staat zwart zelfs beter door een betere ontwikkeling. 2 paarden en de loper voor wit staat in het centrum, maar die dame, we zien het hier al, de dame moet weg. De dame verliest een tempo. We gaan terug, want dit was mat in 4. Mat in 4 zetten. Is dat de kostenpartij mogelijk? Nee. We kennen het narremat. Het narremat. Het gekke mat. Dat is dit. Ik laat het slecht zien, want het heeft weinig met schaken te maken. Dus wat moet er? Wit moet op deze zet doen. En dan zet dit. Dit heet mat in 2. We gaan even terug. Het heeft niks met schaken te maken, maar het gaat er even over van wat is de kostenpartij mogelijk. G4, een idiote zet. Dit kan ook. En nu zet de dame mat. Mat in 2. Heeft nogmaals niks met schaken te maken. We gaan nu terug naar een andere variant. Met hier de Russische verdediging. Hoe ziet dat eruit? Ook hetzelfde. Pion E4, E5. Paard F3. En valt daarbij aan een ongedekte pion. Dit heet de Russische verdediging. Of de Petrov Defense. En wat kan zwart doen? Zwart kan zeggen van, jij valt mijn pion aan, ik val jouw pion aan. Sla maar. Wit slaat. En nu denkt zwart hetzelfde. Jij een pion, ik een pion. Is dat goed? We gaan kijken wat er gebeurt. Dame valt het paard aan. Paard staat ongedekt en moet terug. En nu gaat dit paard heel vervelend doen. Paard valt aan een dame. En ondertussen, deze dame geeft schaak. Dit heet, komt later aan bod, een aftrekaanval of specifiek aftrekschaak. Dit heet aftrekschaak. Ja, en deze stelling moet zwart pareren door het schaak op te heffen. En dat kan via de loper. Maar dit slaat de dame. En ook als de dame hier naartoe gaat. Schaak is opgegeven, maar ook daar valt het paard de dame aan. De dame gaat verloren. En zwart kan opgeven, ongeveer. Hoe verdedigt zwart dit? Of hoe speelt zwart dit? We gaan terug. Paard F3. Paard F6. Paard slaat, maar eerst dat paard wegjagen. Paard moet terug en nu kan dit paard veilig de pion slaan. Kan. De dreiging is weg. Dit heet de Russische verdediging en een valletje. De fishing pole dan. Dat gaat over Spaans. Gaan terug. Die is leuk. Ook weer pion E4, E5.
paard F3, paard C6, normale zetten. En dit uit Spaans. Loper B5. Valt aan het paard. Daar kom ik later op terug, maar zwart doet paard F6. En valt daarbij aan een ongedekte pion. Dat is niet zo erg. Wit rokeert, want als, dat laat ik later zien, zwart deze pion slaat, doet wit deze pion zet en de pion wordt teruggeworpen. Maar, wat doet zwart? Zwart doet dit. Hé, paard G4, dit heet de fishing pole. Ja, hoe ze daar aankomen weet ik niet, maar het wordt zo genoemd, fishing pole. Dat paard staat gevaarlijk daar en wit wil dat paard wegjagen door bijvoorbeeld deze zet, paard wegjagen. Maar het paard blijft staan. Wat doet zwart? H5. En u denkt wit van dat paard is meer waard, dus ik sla dat paard. Waarom niet? Zwart slaat terug en direct al een aanval op dit paard. Dat paard moet weg. Het paard komt hierheen. Maar we kennen de opening van de torenlijn. En dat is levensgevaarlijk. En ook dit. Deze dame gaat heel vervelend doen. Paard kan alleen zo doen. En dit is mat. Dit is een openingsval in het Spaans. Openingsvallen. We gaan zo verder met de soortenopening.